Ja, voorzitter, dank u wel. In 1972 zeiden ze al bij de VN, we hebben nog maar 10 jaar de tijd om een klimaatcatastrofe te stoppen. In 2007 zeiden ze bij diezelfde VN, als we niet voor 2012 in actie komen, dan is het te laat. Voorzitter, als het aan de klimaatgekkies had gelegen, was de mensheid al meerdere keren uitgestorven. En zo worden we nu keer op keer, al decennia lang, bang gemaakt. Bang gemaakt dat de aarde zou vergaan, tenzij we ons land volplempen met windturbines, tenzij we bomen verbranden in biomassacentrales en tenzij we kou leien in klimaatneutrale woningen. Bang gemaakt om vervolgens verregaand klimaatbeleid door de strot geduwd te krijgen. Klimaatbeleid dat ons verarmt en dat onze vrijheid van hoe wij hier willen leven ernstig inperkt. Voorzitter, Fit for 55, zo heet het klimaatpakket van Timmermans. En het klinkt misschien wat als een onschuldig fitnessprogramma voor 55-plussers, maar in de praktijk is het een alomvattend plan om de hele EU klimaatneutraal te maken. Het zijn plannen die Nederland desastreus zullen veranderen. Onze huidige manier van leven, van wonen, van eten, van reizen, alles wordt duurder en uiteindelijk onbetaalbaar. Dus voorzitter, wilt u in uw benzine- of dieselauto blijven rijden? Nou ja, als je dat maar kunt betalen, want door de plannen van Timmermans gaat de literprijs nog verder omhoog. En wil je wellicht 1 keer per jaar met het gezin op vliegvakantie gaan? Ja, nogmaals, als je dat maar kunt betalen, want door de plannen van Timmermans gaan de vliegtickets ook omhoog. Althans, voorzitter, dat geldt dan niet voor Timmermans zelf en zijn klimaatbobo's, zijn collega-bobo's. Want terwijl de burgers praktisch het vliegtuig worden uitgejaagd, laten zij zich ongegeneerd de wereld rondvliegen in hun peperdure, gloednieuwe privéjets. Het is echt te beschamend voor woorden. En dat uiteraard op kosten van de burgers, die zelf straks geen vliegticket meer kunnen betalen. De arrogantie van die EU-bureaucraten is echt schaamteloos. En voorzitter, tegelijkertijd worden de burgers dus aan alle kanten onder het mom van klimaat op kosten gejaagd. Als gevolg van de plannen van Timmermans. Groente, fruit worden duurder. Een stukje vlees, straks onbetaalbaar. En de energierekening die gaat nog verder omhoog. En de opbrengsten van al die nieuwe belastingen en heffingen zullen via een zogeheten sociaal rechtvaardigheidsfonds of een sociaal klimaatfonds, zoals het dan heet, over de EU worden herverdeeld. En herverdeeld, voorzitter, dat betekent in de praktijk dat de Nederlandse huishoudens naast hun eigen stijgende lasten ook moeten opdraaien voor het klimaatbeleid in Oost- en Zuid-Europa. Oftewel klimaatbeleid als een herverdelingsmechanisme. In Brussel noemen ze dat solidariteit, maar in Nederland betekent dat verarming. De klimaatgekte van Timmermans zal onze huishoudens regelrecht de armoede instorten, voorzitter. De interruptie van de heer Thijssen, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ja, ons eigen KNMI heeft eerder deze week nog gezegd dat Nederland, zoals we dat kennen, bedreigd wordt. En dat de zeespiegel dreigt te stijgen met 1,2 meter. En ik neem dat heel serieus. En volgens mij moeten we daarom knokken om ons geliefde Nederland boven water te houden en klimaatverandering te stoppen. En ik weet niet of we het daarover eens worden vandaag met de PVV. Maar wat ik wel wil vragen is, kunnen wij nou niet de handen ineens slaan dat al die maatregelen die er komen, dat we gaan zorgen dat het kabinet die compenseert en zorgt dat voor de gewone burger dit klimaatbeleid ervoor gaat zorgen dat hun leven beter wordt. Kan de PvdA en de PVV daarin samen optrekken dat er rechtvaardig beleid wordt gevoerd? De heer Kops. Ja, kijk, voorzitter, iemand die, zoals de heer Thijssen, dan nu het KNMI gaat citeren, uitgerekend nu, hè, dat is natuurlijk al heel twijfelachtig. Het KNMI zou een onafhankelijk instituut moeten zijn. En vandaag hebben we in de krant kunnen lezen dat het KNMI toch wel heeft zitten samenspannen met bijvoorbeeld de windlobby, waar ook de heer Thijssen zo'n groot fan van is. Dat het KNMI in rapporten over gezondheidseffecten van windturbines de oren heeft laten hangen naar de windlobby. Dat is natuurlijk zeer twijfelachtig. En dan haalt de heer Thijssen een ander rapport aan van het KNMI over de stijgende zeespiegel. En het is wel erg treurig dat hij dan in zoveel andere debatten doet hij hetzelfde, het halve verhaal vertelt. Want als we naar de feiten kijken, zijn die als volgt. Onze zeespiegel stijgt niet versneld, maar die stijgt met minder dan 2 mm per jaar. Dat zijn de feitelijke waarnemingen. En die waarnemingen die zitten zelfs nog onder het minst erge scenario van het IPCC. Maar wat dan het KNMI doet in het rapport, ik heb hier het grafiekje bij me,
Als ze zeggen 1,2 meter zeespiegelstijging, dan is dat nog erger dan het ergste scenario in het IPCC-rapport. Waarvan het IPCC zelf zegt, joh, ja, dat gaat echt nooit gebeuren. Dat is zo onrealistisch, dat gaat nooit gebeuren. En exact dat cijfer, die 1,2 meter, zeer onrealistisch, haalt de heer Thijssen hier nu aan. Ja, dank u wel. Wat moet je ermee? De heer Thijssen, nee, u vervolgt uw betoog. En dat is ook treffend, voorzitter, dat de heer Thijssen dan geen vervolgvraag heeft. Ja, voorzitter, ik zei al, de klimaatgekte van Timmermans zal de huishoudens regelrecht in de armoede storten. En dan natuurlijk de vraag, waarom eigenlijk? Waarom nu dat klimaatbeleid? Waarom nu die groene terreur? Want wij als Nederland, wij zijn verantwoordelijk voor nog geen 0,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. En wat wij als Nederland in een heel jaar uitstoten, stoot een land als China in nog geen week uit. En wat wij aan uitstoot besparen door allemaal massaal van het gas af te gaan voor vele tienduizenden euro's per woning, dat stoot China in slechts 3 uur uit. Voorzitter, in slechts 3 uur. Met andere woorden, alles wat Nederland wel of niet doet aan klimaatbeleid, het zal mondiaal geen enkel verschil maken. En zeker niet als er hier kolencentrales worden gesloten, terwijl er in Azië honderden worden bijgebouwd. En zeker niet als we hier allemaal massaal van het gas af moeten, terwijl de rest van de wereld alleen maar meer gas gaat verbruiken. En zeker niet als we hier bomen gaan verbranden in biomassacentrales, waarbij niet minder, maar juist meer CO2 vrijkomt. En kijk, voorzitter, zo zien we dat hele klimaatbeleid, het hangt wel tegenstrijdigheden aan elkaar. En daar betalen de burgers dus voor. Klimaateffect, verwaarloosbaar, nul. Effect op de portemonnee, gigantisch. En deze staatssecretaris van VVD-Huizen laat het allemaal gebeuren. Deze staatssecretaris had net zo goed van GroenLinks kunnen zijn. Zo loopt zij aan de leiband van de heer Timmermans. En voorzitter, de conclusie van de PVV is als volgt. Wij willen helemaal geen Fit for 55 pakket. Wij willen een fit, veilig, gezond, welvarend Nederland. En daarom zegt de PVV, wegwezen met je klimaatbangmakerij. Wegwezen met je groene terreur. En ook zeker wegwezen met je ongekozen EU-bureaucraten. Ik dank u. Dank u wel, meneer Kops. Dan geef ik het woord aan mevrouw Leijten van de SP. Voorzitter, in mijn fractie werd gevraagd of ik tegenwoordig ook over fitness ga. En mijzelf, als het dan gaat over